Hey Pim, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt een harness aan, overal eronder. Wat kom je doen? Ja, springen. Springen. Vertel eens wat meer. Ja, de eerste keer. Ja, het was spannend natuurlijk. Ja? Laat je al te zien dan? Oh, perfect onder controle nog. Ja. Maar je komt... Ja, misschien dat het wel anders is op 3 kilometer hoogte. Dus we gaan nog een stukje... We gaan omhoog met een vliegtuig. Ja. Nice. We gaan gewoon uit een goed werkend vliegtuig springen. Een parachutesprong maken. Ja. Ja. En is dat zomaar of heb je dat cadeau gekregen? Willen mensen van je af? Ja, ik hoop het niet, maar ik heb het cadeau gekregen van heel veel familie en vrienden. En mijn vriendin heeft het met elkaar getrommeld om dit te regelen. Dus, En is dat ter ere van iets? Ja, voor mijn verjaardag. Voor je verjaardag. Gefeliciteerd nog dan. En staan ze hier zo? Ja, een deel. Ja. Jullie willen toch niet van hem af, hè? Nee. Oké. Hé, maar Pim, je hebt er zin in? Ja, zeker. Mooi. En dan gaan we naar het vliegtuig toe en dan gaan we echt het avontuur beginnen. Yes? Ja.
Pam, you did it! Nou ja, ik niet, maar... Jawel. Je bent gewoon uit het vliegtuig gesprongen, man. Ja. Hoe was dat? Ja, heel vet. Ja? Ja. Zou je het nog een keer doen? Ja, denk wel. Misschien Voor. Wel. Hey, wat vond je het leukste, Pim? De vrije val, het eerste stukje uit het vliegtuig, onder de parachute. Ja, voor alles. Vooral het eerste stuk inderdaad, die eerste 30 seconden. Ja. Maar daarna ook gewoon heel ja, mooi. Ja, stil is het dan, hè? Ja. Of heeft Jan dus allemaal lopen gillen onder de parachute? Ja, dat dacht ik al wel. Bijna doof nu, maar... Ja. Jij snapt nu wel waarom ik alleen spring, hè? Okay. Allemaal gegil. Yes. Hey mannen. En 5-5 nog? Dankjewel.